Hey guys, welkom bij mijn video. Wat ontzettend leuk dat je kijkt. Ik ben heel benieuwd wat de reden is geweest dat jij op deze thumbnail hebt geklikt. Chockerend. I know. En dat is waar ik het met jullie vandaag over wil hebben. Oké, luister guys. Ik ga in deze video heel eerlijk met jullie zijn. En dat ben ik met mijn vrienden. Dat ben ik met mijn familie. Maar op social media heb ik dat niet zo heel vaak gedaan, ga ik heel eerlijk toegeven. Niet dat ik erover loog hoor, maar ik liet het gewoon liever voor wat het was. Hey, mijn thumbnail zegt eigenlijk in principe al genoeg. Dat is mijn waarheid. Maar ja, wanneer ga ik het laten zien? Nog niet, ik ga er eerst even wat over vertellen. Ik ben namelijk al 8 jaar in de uiterlijke verzorging. Ik ben visagist en haarstylist. En aan de hand daarvan werk ik natuurlijk constant aan mensen, hun uiterlijk, om iemand zijn mooie kenmerken naar voren te brengen. En de wat mindere kenmerken op zo'n manier naar achteren te brengen dat ze gewoon minder opvallen. Dat doe ik bij mezelf natuurlijk ook. Kijk naar mijn Instagram. Dat is een en al wegwerken van mijn minpunten. Maakt helemaal niet uit, dat doet iedereen. We leven in 2020. Toch? Waarom ik hier nu zit, is niet zomaar. Ik denk dat ik vanaf mijn 18e werd ik namelijk kaal. En kalend is gewoon dat mijn haarlijn werd minder. Nu zul je denken, oh mijn god, je hebt zo'n mooie haarlijn. Ja, dat klopt, wacht maar. En door de jaren heen vond ik dat eigenlijk nooit zo heel erg storend, omdat ik daar een beetje wel mijn maniertjes in wist te vinden. Maar na mijn 25e werd het gewoon echt heel erg en weet ik er echt geen raad meer mee. Waardoor ik nu gewoon met rare trucjes, met dubbelklappen van mijn haar om mijn inhammen te verbergen. En helemaal vastlakken met haarlak. Heel veel mensen van vroeger die zullen mij ook jaren gekend hebben gewoon met het dragen van petjes. En dat heeft mij op heel veel fronten best wel onzeker gemaakt. Niet naar de mensen om mij heen of de klanten die ik had. Want de mensen die mij kennen die weten wat voor trucjes ik allemaal gedaan heb. En die weten wat voor grapjes ik erover maak en hoe ik er ook mee omga en dat ik het iedereen laat zien. Dus wat dat betreft heb ik er ook geen schaamte voor. Maar ik zal je heel eerlijk zeggen, je zit nooit echt lekker in je vel. Want elke keer als ik in de spiegel kijk, denk ik, waarom is het niet gewoon normaal haar? Is het niet gewoon mooi haar? Tot denk ik 8 geleden. Is een vriend van mij die kwam naar mij toe en die zei van, hey, ik draag volledige toepetjes. Waarom gaan we niet eens een keer een strookje bij jou proberen, puur voor op je inhammen? Ik dacht van, nou ja, prima, maar ik aan een toepetje, ik weet niet of ik dat wel wil. En ik weet niet of ik er wel zin in heb, want wat moet je ermee? Kun je er wel mee douchen? Kunnen we bla 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 bla. Hij plakte bij mij erop. We feunen het. Ik kleur het een klein beetje bij. Ik kijk in de spiegel en ik heb dit. En ik denk, is dit een grap? Het heeft gezorgd voor veel minder pet dragen. Het heeft gezorgd voor nog een aantal mooie Instagram foto's. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat toen ik vorig jaar met Laura in Egypte was, dat iedereen ging duiken op een gegeven moment van die katamaran bij dolfijnen. En ik moest op de boot blijven, want ik kon letterlijk niet zwemmen met dat haar, want dat liet gewoon los. En dan wat? Dan had ik soort van met lijn en dan half haar en mijn haar. Want je moet je voorstellen, ik heb nog wel veel haar. Dat laat ik jullie zo meteen zien. Ik heb geen kruintje bijvoorbeeld. Dus het is zo geknipt met het haar mee. Dus als ik dit eraf haal, dan heb ik een halve koep. Dus ik kon gewoon niet meeduiken in het prachtige koralen van Egypte. En toen dacht ik wil dit niet meer. Dus ik werd echt ongelukkig ermee. Toen ging Ryan naar Turkije toe. Om zichzelf te helpen, samen met Laura. En dat heeft voor hele mooie resultaten gezorgd en voor hele leuke connecties. Die connecties heb ik aangehouden en we zijn inmiddels tot een hele leuke samenwerking gekomen. En ik mag jullie dus nu zeggen dat ik dit weekend met de Surgery Sisters naar Istanbul toe ga. Oh my god, en daar heb ik zo ongelooflijk veel zin in. Waarom met hun? Omdat ik hun natuurlijk al langer ken. Ik ken hele goede vrienden, Rijn en Laura van mij, die dus zelf daarmee in aanraking zijn geweest. Laura natuurlijk niet, Rijn wel, dat weet je. Waardoor je gewoon al sneller een vertrouwensband creëert. Ik heb alle ins en outs met hun besproken, ze hebben mijn haar al bekeken. En ik heb dit niet meer nodig. Willen jullie zien hoe het eruit ziet zonder?
Ja. Ik denk, nee. Want dit is wat je ziet in real life. Want zonder ga ik niet naar buiten. Oké, okay, ik vind het gewoon serieus spannend. You ready? Welcome to my life. This is it. En ik ga jullie heel eerlijk zeggen, wauw, dit voelt naakt. En opaatje Fred is geboren. Eerlijk, van dat, 20 seconden geleden, naar dit. 20 jaar extra. Dan moet je wel eerlijk zeggen, zoals jullie kunnen zien, dit is dus allemaal mijn eigen haar. Dus hier ben ik verder ook helemaal niet kaal. En zoals jullie kunnen zien, ik heb hier heb ik nog wel haar zitten. Het is nu een beetje dunner, omdat het dingetje eroverheen zit. Maar ik heb gewoon echt inhammen. Die lopen tot hier. En ja, gaat het niet. Ik bedoel, een beetje kaal worden, oké, prima. En dan heb je Umberto Tan en je hebt Vin Diesel en je hebt The Rock. En je hebt, nou, noem nog gezien, het zijn allemaal super knappe mannen die kaal zijn. Ik ben niet zo'n man. Ik hoor haar op mijn hoofd te hebben. Toen heb ik via een vriend van mij ontdekt die dit dus deed. Hij plakte het. En toen ben ik dat dus ook gaan doen. Dat heeft nog voor een aantal hele mooie Instagram foto's gezorgd. Maar toen heb ik besloten deze pluk eraf te knippen. Want dan kan ik het beter plakken. Want hier heb ik gewoon haar. Maar guys. Ik wil dit niet meer. Dit is... Ugh. Ik vind het zo lelijk. Ja, genoeg gezien. Voor degene die het langer wil zien, meer wil zien, spoel me even terug. Ik doe mijn pet op, ik trek dit niet. Anyway, waarom ik dit maak is omdat ik gewoon meer mensen ken die dit dragen. Meer mensen zie die dit dragen. Donderop, ik wil jou niet meer. En ik wil het taboe eraf halen, want... Nee, het is niet erg dat je kaal bent. En ja, het is jammer, maar je kan er wat aan doen. Je moet heel veel dingen altijd accepteren in je leven. En heel veel dingen zijn ook niet anders zoals ze zijn. Dit wel! En ik heb eindelijk een solution gevonden. Ik ga dus dit weekend al, oh my god, ik heb zoveel zin, met mijn vader naar Turkije, Istanbul. En daar ga ik een nieuw video voor jullie maken, waar ik alles stap voor stap ga uitleggen en laten zien. Nou ja... Niet alles, want het wordt een beetje een bloederige toestand wel, denk ik. En dan ga ik in het komende jaar ga ik gewoon foto's posten, video's posten en updates aan jullie laten zien hoe het eraan toe gaat. Want eigenlijk duurt het maximaal 13 maanden, heb ik begrepen, voordat je volledig klaar bent met je haartransplantatie. Maar een vriend van mij die heeft het 2,5 maand geleden gedaan en die ziet er nu al bijna niks meer van. Nou heeft hij een prachtige huid. Ik eet het in de dunkuk, dus ik ben benieuwd wat het bij mij gaat doen. Maar ik ga jullie meenemen. Ik ga dat allemaal voor jullie filmen, maar niet in één video. Ik ga dat lekker losknippen. Dus de Turkije video komt eraan. En dan door het jaar heen krijgen jullie updates van mij. Hoe mijn kale bladder ervoor staat. Jullie mogen nog één keer kijken. Nog één keer. Ja? Want dit krijgen jullie nooit meer te zien. Guys, ik wens jullie een hele fijne dag verder. Peace. En ik zie jullie heel graag in mijn volgende avontuurtje in Istanbul.